Van de week hadden wij het bericht op onze website staan, uh, afgelopen woensdag is dat. Het uh, gaat over een 34-jarige Rotterdammer die er wordt van verdacht uh, iemand in Lelystad te hebben gegijzeld. Die mag niet zijn cel uit voor de uitvaart van zijn tante. Um, we gaan eens even over, wat, wat zijn, hoe zijn die regels nou eigenlijk? Hè? Hoe zit dat? Met Cathy Brockelbank doen we dat, van uh, okers en schopadvocaten. Goedemorgen Cathy. Goedemorgen. Waarom mag deze meneer niet gewoon naar de uitvaart van zijn tante? Nou ja, dat is eigenlijk Heel erg de vraag. Want wat er is gebeurd, is dat deze meneer een verzoek heeft ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland hier in Lelystad en die heeft gevraagd of hij dus naar de uitvaart van zijn tante mag. Nou, in beginsel is hier een regeling voor. Dus wanneer je in een inrichting zit, dan mag je die uh, op bepaalde voorwaarden tijdelijk verlaten als er bijvoorbeeld een sterfgeval in de familie is en je wil de begrafenis bijwonen. Maakt dat maar... nog uit wie dat is in de familie of dat nou een verre achterneef is of dat het inderdaad een tante of een van je ouders bijvoorbeeld is? Nou, er is een opsomming gemaakt in de regeling. Daartoe behoort in ieder geval uh, je ouders, zus, broer, tante. Eerst een ja, goede vriend. Ja, precies. Nou ja, dat zou kunnen worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden. Uh, want de directeur van de inrichting, die is bevoegd om daarover te oordelen. En wat er nu is gebeurd, is dat er een verzoek is neergelegd bij de rechtbank. Ja, en de rechtbank die oordeelt daar niet over. Dat doet de directeur van uh, nou ja, de gevangenis, om het zo te zeggen. Oh, dus hij is niet goed voorgelegd door zijn advocaat eigenlijk. Nou, dat weet ik niet. Want het zou kunnen zijn dat hij zelf een verzoek heeft ingediend. Want het gebeurt natuurlijk ook dat Gedetineerden zelf een brief schrijven. Mm -hmm. uh, dus ik weet niet of er een advocaat bij betrokken is geweest. Hij heeft in ieder geval het verzoek bij de Rechtbank Midden-Nederland neergelegd en dat had bij de directeur gemoeten. Uh, wat er ook nog in die regeling staat, is dat mensen die in voorlopige hechtenis zitten. Want dat is hier het geval. Hè? Hij is nog verdachte, hij is nog niet veroordeeld. Hij is nog in afwachting van de procedure. Ja. Uh, daarvan moet de directeur dan ook de beslissing. Uh, Voorleggen aan het openbaar ministerie die daarover moet adviseren. Ja. Want je kunt als directeur natuurlijk niet een onderzoek van het openbaar ministerie in de weg zitten. Uh -huh. Dus dan wordt er echt naar gekeken, kan deze verdachte uh, even tijdelijk uh, mm. ja, met verlof. Oké, okay, nu mocht hij dus niet van. Uh, de rechter heeft het dus afgekeurd, maar dan kan hij toch alsnog even snel een briefje naar de directeur schrijven? Of is het ja, heel hoe, lang officieel? Duurt hoe lang duurt zo'n procedure? Ja. Hoe lang duurt het voordat je gemiddeld dan antwoord krijgt? Van ja, dat mag. Want een begrafenis is natuurlijk een heel kort dag. Je kan moeilijk zeggen, mag ik over drie maanden. Dat gaat niet, want het meestal binnen vijf dagen vindt zoiets plaats. Ja, dat klopt. Nou, in de regeling staat dat de directeur nou ja, zo snel als mogelijk schriftelijk zal reageren op het verzoek van de gedetineerde. Uh -huh. Dus ik kan me voorstellen dat hij dat verzoek alsnog heel snel bij de directeur heeft neergelegd. Daarover heb ik geen informatie, uh -huh. maar dat lijkt me wel de meest logische stap. Nou, uh, over een stap gesproken, dit is een vrij grote stap natuurlijk. Uh, we gaan het hebben over de vermoorde Nederlander uh, Top Cohen. Dat is uh, zijn weduwe, die in Kenia vastzit. Die wil graag bij die begrafenis zijn van Top Cohen. En dat mag dan weer wel. Dat klopt, dat is beslist door de rechtbank in Nairobi in Kenia. Dat is dus ook naar Keniaans recht. Maar ik kan me voorstellen dat zij haar toestaan om bij de begrafenis aanwezig te zijn, omdat ze op dit moment nog verdachte is. Er wordt wel gezegd dat, uh, ja, dat er wel echt is gebleken dat zij uh, opdracht heeft gegeven om de moord uh, te plegen op haar uh, echtgenoot. Maar goed, stel nou dat er achteraf blijkt dat ze toch onschuldig was, dan uh, zou het natuurlijk wel heel cru zijn als zij de begrafenis heeft gegeven. Ja, maar daar zij is verdachte, maar dat is die meneer uit Rotterdam natuurlijk ook. Die wordt er ook van verdacht, iemand in Lelystad hebben gegijzeld. Dat is Keniaans recht. Ja, nee, maar dat, omdat het in beide gevallen gaat om een verdachte en niet iemand die veroordeeld is en vastzit. Dus. Ja. Ja, Want daar zit maar, dan natuurlijk ook wel onderscheid in. Uh, ja, nou zeker. Daar kan zeker een onderscheid in zitten. Maar in dit geval is het niet zo dat het vaststaat dat hij niet naar die begrafenis mag. Want ik denk dat de rechtbank hierover niet inhoudelijk heeft oh, sorry, ja. Ze hebben gezegd: dit verzoek moet je aan de directeur voorleggen. Dus het kan zijn dat de directeur alsnog beslist dat hij naar die begrafenis mag. Goed, ja. straks gaan we het hebben over een schadevergoeding die het UWV moet betalen of heeft betaald aan een oud-werknemster. Uit UWV moet een werknemster 250 euro schadevergoeding betalen. De vraag is natuurlijk waarom. En er is maar eentje die daar het antwoord op weet. Momenteel hier in de studio, Cathy Brockelbank. Um, ja, Cathy, waarom moeten zij 250 euro betalen? Het is niet een, een wereldschokkend bedrag ook, hè? Het is geen wereldschokkend bedrag, dat klopt. Um, wat er is gebeurd, is dat zij iemand in dienst hadden. Uh, sinds 2012 al. En, uh, het UWV zelf dus. Hè? Ja, het ja. UWV zelf, ja. Mm -hmm. En deze mevrouw die kreeg op een gegeven moment te kampen met een burn-out. En uh, nou, na een tijdje is, uh, was zij weer hersteld. Ongeveer een periode van een jaar is er overheen gegaan. Ja. En op een bepaald moment is zij toen ook in dienst getreden bij een andere werkgever. Nou, die werkgever die wist niks van haar uh, ja, verleden. Van haar ziekteverleden. Dat hoeft ook niet. En uh, ja, die kreeg op een gegeven moment zo'n attenderingsbrief van het UWV... Waarin staat. Nou, nou, uw werknemster is al meer dan anderhalf jaar ziek. Nou, en dan kunnen ze bijvoorbeeld uh, uh, aanspraak maken op een via-uitkering. Daarover werd die werk werkgever dan uh, geïnformeerd. Nou, ja, want je mag twee jaar in principe ziek zijn voordat je dan. Toch? Dat is uh, nou, 88 weken. 88 weken, ja. ja. Goed. En uh, nou ja, op een bepaald moment kreeg die nieuwe werkgever die brief dus binnen. En uh, zo waren ze er ook gelijk van op de hoogte dat uh, hun nieuwe werknemster dus een lange tijd ziek was geweest. En de timing was echt ontzettend vervelend. Want het was precies. Contractverlenging. Rondom, ja, rondom ja. de tijd dat haar contract wel of niet zou worden verlengd. Um, ja, en dat bracht bij haar natuurlijk heel wat stress en angst teweeg. En ook gelet op haar verleden was dat extra vervelend. Omdat zij uh, ja, eigenlijk net hersteld was van een burn-out en nog best wel Gevoelig was voor stressklachten. Ja. Maar mag. mag uh, kijk, wat we weten nu in het kader van de AVG-wetgeving, mag je natuurlijk heel weinig. Je mag ook, ook als je werkgever bent, nooit aan je werknemer vragen die ziek is, wat heb je dan? Dat mag. daar hoef je allemaal geen antwoord op te geven. Klopt. Alleen ik ben ziek, punt. Dat is het dan. Ja. En staat er dan in zo'n brief van het UWV van, nou, uh, mevrouw heeft, uh, zit thuis met een burn-out of is ziek? Of wat staat er dan in zo'n brief? Nee, er stond in de brief eigenlijk alleen. Dat mevrouw al een bepaalde periode ziek gemeld was. Nou, dat klopte overigens niet, want ze had beter uh, moeten worden gemeld. Maar goed, er stond eigenlijk alleen in dat ze dus ziek was gemeld. Maar dat mag ook al niet. Het feit dat daar nee. staat dat iemand ziek is, dat is eigenlijk al te veel informatie. Ja, in dit geval wel. Want het UWV zei ook, nou, maar we hebben toch helemaal niets verteld... over de aard van de ziekte, ja. de klachten die mevrouw had. Mm -hmm. Dus ja, waarom is dit eigenlijk zo erg? He, daar komt het op neer. En daarover zei de rechter, ja, dat is wel erg, want het is een gevoelig gegeven. En um, ja, dat is aan een nieuwe werkgever medegedeeld. En daarover worden natuurlijk uh, ook vragen gesteld. En het feit dat zij ook verlies van controle heeft. He, want zij kan nu niet meer terugdraaien dat over haar is verteld dat ze langdurig ziek is. Nou, zij valt uit te leggen, bedoel je? Ja, nou ja, ja. precies. Dat uh, heeft natuurlijk gevolgen. Dat brengt ernstige gevolgen met zich mee. Uh, alleen al uh, ja, qua angst en stress bij haar. Hè? Maar het had ook nog gevolgen kunnen hebben voor haar financiële positie. Zij had namelijk haar baan kunnen verliezen. En daarover zei het UWV ja, dat gevaar liep zij helemaal niet. Want een werkgever die mag uh, helemaal niet zeggen dat iemand uit dienst moet of nee, uh, geen nieuw vanwege ziekte. Maar, maar dan verzinnen ze wel wat anders. Ziekte, precies, maar zei ja. de rechter ook van, ja, kijk, dat een werkgever iets niet mag doen, dat Geeft natuurlijk niet de garantie dat een werkgever dat niet zal doen, al dan niet onder opgaaf van een andere reden. Want er is dan altijd wel iets anders te bedenken waarom je een contract niet zou verlengen. Ja. Dus dat werd eigenlijk zo van tafel geslagen. En het UFV is dus op de vingers getikt met 250 euro schadevergoeding. Ja. ja, ik vind dat... Ja. Het... Maar goed, die mevrouw heeft gewoon wel die contractverlenging gehad. Is dat bekend? Ze heeft de contractverlenging gehad. Ah, Oké, okay, als ze dat nou die contractverlenging niet had gehad hierdoor, dan had ze natuurlijk nooit genoeg genomen met de schadevergoeding 250 euro. Dat was ze waarschijnlijk een hoge beroep gegaan. Nou, dan had de schadevergoeding misschien anders kunnen uitvallen. Ja. Dan was er waarschijnlijk 250 euro nog steeds toegekend voor de immateriële schadevergoeding, dus oh. eigenlijk voor de angst en stress die, he, die er was geweest. Het ongemak uh, eigenlijk. Precies. Ja. Maar dan had het ook zo kunnen zijn dat ze een hoger bedrag had gekregen, omdat ze ook een verlies aan inkomsten lijkt. Ja, Alleen dan had dus wel moeten blijken dat dat dus ook daardoor is uh, veroorzaakt. Ja, en als die, werkgever, zijn. als die werkgever haar had ontslaan, uh, ontslagen uh, om een andere reden... dan het feit dat, ze, uh, dat nu bekend is dat ze ziek is geweest... ja, dat, wat je eigenlijk zegt, weet je... dat een werkgever dat niet mag doen, maar uh, misschien wel zal doen... Ja. daar ligt het natuurlijk ook aan. Als die werkgever een andere reden opgeeft... Dan ziet zo'n rechter niet in waarom je dan uh, schade of hoe heet dat, uh, inkomstenderving zou hebben gehad. Ja, dan wordt het misschien wat lastiger om het te bewijzen. Maar misschien had ze dan bijvoorbeeld wel een gespreksverslag kunnen uh, overleggen. van een gesprek. wat zij met die nieuwe werkgever heeft gehad. Ja. En als ze dan vlak daarna ook te horen heeft gekregen. dat haar contract niet zal worden verlengd. terwijl bijvoorbeeld eerdere functioneringsgesprekken heel erg positief waren. Ja, dan zou je daar misschien ook wel uit kunnen afleiden. dat het dus uh, veroorzaakt is. door het feit dat ze dus zo lang ziek is geweest. en dat die werkgever daar nu van op de hoogte is. Uh, ufv Maakt een fout, kom je nou vaak van dit soort fouten tegenwoordig tegen in verband met de AVG? Ja, zeker. Ja? Uh, die uh, komen regelmatig ook in het nieuws. Hè? Laatst hebben we twee keer het Haga ziekenhuis uh, ja. uh, in het nieuws gezien vanwege een datalek. Uh, nou, het UWV uh, heeft ook al eerder gelekt, want er is gebleken dat een heleboel cv's onbeveiligd online stonden. En Uber kennen we natuurlijk ook, die heeft een boete van 600.000 euro gekregen voor het lekken van gegevens. Dus ja, dit gebeurt zeker. Regelmatig. En laatst nog een medewerker van het ziekenhuis geloof ik die uh, papieren gebruikte als boodschappenlijst. Ja, was dat, dat, was was het Hagen ah, dat was het hager ja, Dat was het Ja, die, die had uh, volgens mij een overdrachtsdossier. Dus misschien wel van de dagzuster op de nachtzuster, Waar allerlei medische gegevens van patiënten in stonden. Hoe het was gegaan die dag. En wat er verder nog moest gebeuren. En, en uh, nou, deze medewerker die had dat als boodschappenlijstje gebruikt. En dat was in de winkelwagen blijven liggen. Ja, ja. Dat, ja, Om nog even op die 250 direct. euro terug te komen: we zijn nog steeds geen land van de schadevergoeding. Hè? Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon. Nou ja, in de Amerikaanse miljoenen, omdat de koffie te heet is... Ik, ja, ik, dat is ik, ook weer overdreven. Ik vraag me af of dat ooit zal voorkomen in Nederland. Maar het mag niet. toch wel ietsje hoger? Ja, ik, vind dit wel heel, ik vind het heel karig, dit ja. 250 euro. Maar goed, als die mevrouw daar... Die mevrouw had kunnen, kunnen zeggen, ik neem er geen genoegen mee, ik wil meer? Uh, dat had gekund, maar ik betwijfel of dat uh, zal worden toegewezen. Gelet op de jurisprudentie. Ja. Goed. Nou, als jij erover twijfelt, dan moet je het gewoon niet doen. Dankjewel, Cathy Brockelbank. En heel graag tot de volgende keer.